Welkom bij de Goudagenda, alweer de laatste aflevering van dit seizoen. En ik heb natuurlijk weer een speciale locatie voor jullie uitgezocht. Deze keer ben ik te gast bij Patrick Kraan, een nieuwe jonge ondernemer, weer al van wel 22 jaar oud, die zijn droom werkelijkheid heeft gemaakt. Patrick, de eerste barbershops zijn rond 1904 gestart. Waarom zijn er anno 2015 er niet zoveel barbiers meer? Dat heeft te maken met, vroeger waren er gewoon nog volop barbiers in de hele wereld in principe. Dat is eigenlijk een beetje doodgebloed doordat er gezamenlijke kapsalons kwamen. Heren die stapten bij de vrouwensalons binnen omdat daar ook gewoon heren geknipt werden. En daardoor is eigenlijk het echte herenvak en de barbershops en al dat soort dingen is eigenlijk een beetje vervaagd in die tijd. En daardoor zijn er nu zo weinig barbershops. Met wat voor producten werk je? Wij werken voornamelijk met pomades. Vroeger werd dat gemaakt van reuzel, van varkensbuikvet en in combinatie met appels. Tegenwoordig wordt dat gemaakt van bijenwas. Het is echt ook een plek voor mannen om andere mannen te ontmoeten en om mee te gaan socializen. Over waar hebben ze het allemaal? Over van alles en nog wat. Van voetbal tot de Playboy. Alles wordt gebruikt als gesprekstof, zolang het maar echt over mannen dingen gaat. Ja, en is dat echt ook het verschil tussen een normale kapper? Dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel meer een familiair gevoel wat je erbij krijgt. Wat zou voor jou het mooiste moment zijn om te beleven? Zodra vader en zoon binnenstappen en een afspraak hebben gemaakt om te knippen en te scheren. Dat zou voor mij het mooiste zijn dat het echte vader en zoon moment aanwezig is in de zaak. Ik zie buiten bijvoorbeeld een mooie rood-wit-blauw paal zijn. Wat voor betekenis heeft dat? Dus het symbool van een barbier. Het is ontstaan uit het verleden. Het bekende verhaal dat barbiers hulpjes waren van de chirurgen. Daardoor is die kleur ontstaan. Het wit is van de handdoeken, het rood is van het bloed die op de handdoeken zaten. En daardoor werden ze werden ze gewikkeld aan de waslijn. En het blauw is van de aders. En zo is dat ontstaan. Voel je je mannelijker als dat je naar een barbiershop of naar een barbershop gaat in plaats van een normale kapper? Ik vind het wel. Als je naar een barbershop gaat, voel je je toch net even wat mannelijker. Het ruikt naar whisky, het ruikt naar aftershave. Wat in vele gemengde salons niet zo is. En hier is natuurlijk de regel, vrouwen zijn niet toegestaan in de winkel. En dat brengt ook een soort mannelijke sfeer met zich mee. Ik denk dat dat ook wel de grootste reden is waardoor een barbershop echt iets voor heren is. En waarom moeten alle mannen bijvoorbeeld hier nou naar jou toe komen? Nou, het is gewoon verdomde gezellig. Je krijgt hier een gratis drankie, je wordt goed geschoren en geknipt. En je hebt een prachtig uitzicht naar buiten, dus doen. Bedankt voor het gesprek. En dan kunt u thuis kijken naar de uitjes van de komende maand.